pers van de pers. Mary Rooney doet niet mee aan de kaasrol. En dat betekent dat Piet en Karen Rooney automatisch de winnaar zijn. Mag ik een groot applaus, mensen? Ben je klaar voor de kroning, Piet? Kaas? Nee, die kroon zul je moeten verdienen, paps. Liv? Alle afgehakte haren op een hoop. Oeps. Wat is er gebeurd? Je weet wel. Een typisch geval van haar zit vast in de vleesmolen en moet afgeknipt worden om een belofte aan beste vriend en zus na te komen. Zoiets. Heb jij je haar opgeofferd voor mij? En je première dan? Nou, eigenlijk zegt Whitney dat als we dit binnen 10 minuten winnen, ik nog steeds op tijd kom. 9 minuten 38. Tempo, dames. Oké, Mary. We doen het. Yes. Oké, geef me die kap. Iedereen staart me aan. Dan krijgen we toch nog een kaasrol te zien, mensen. Haha, partners, maak je klaar om te rock'n'rollen. Buk en Paas, laat gaan die kaas. Kom op. En bukken. De viervoudig kampioen grijpt zijn kaas en geeft hem een sweep. Daar gaat de krakelingman. Wat een geweldige rol. Daar gaat Rooney Junior, krakelingman, platgewalst. Oh, let op, daar gaat Piet de kaasbaas. Hij haalt uit en daar gaat de kaas. En hij maakt het huis met de grond gelijk. En nu Liv. Kijk eens naar die techniek, mensen. Boom! En ze laat geen spaan heel van dat huis. En nu komt het aan op het altijd lastige krakelingkasteel. Hey, kaasbaas. Als je mist, dan verlies je van mij de wiens luiers je hebt verschoond. Oh, sorry, dat is waar ook. Dat heb je nooit gedaan. Nou, ik was bang dat ik jullie misschien zou laten vallen. Wauw. Nou, als je die kaas maar niet laat vallen, want die weegt ongeveer net zoveel als een baby. Probeert zij jou af te leiden? Niks van aantrekken, kaasbaas. Jij bent de man. Het gaat erom spannen, mensen. Daar gaat hij. Hij laat hem rollen en die walst er bijna mijn voeten plat, mensen. Woe! Als de tweelingen hun kasteel kunnen raken, dan winnen ze. Zij heeft mijn man geïntimideerd. Zeg er eens wat van, scheids. Iemand dissen hoort niet bij de kaasrol. Jij mag je partner niet helpen mikken. Hoe kan ik dat kasteel raken zonder mijn mikker? Dat maakt niet uit, Liv. Jij kunt dit. Als iemand een kasteel kan vinden, is het wel een prinses. Natuurlijk. Activeer Diva Sonar. Hebbes, doel gevonden. Ik zie er nog steeds niet uit, oké? Er is een nieuwe kaaskoning in de stad en haar naam is Bullseye Rooney. We moeten gaan. Oké. Hop, naar het vliegtuig, Rooney's. Wij allemaal? Denk je dat ik naar mijn grote première ga zonder mijn familie? Tempo. Kom op nou. Ik meen het. Yes. Ik hou van je, Wisconsin. Wat spannend, hè? Oh, jongen. En voor de duidelijkheid, ik wilde niet eens naar die stomme première van Liv Rooney gaan. Mijn plaats is hier op Stevens Point, niet in de hoop. We hebben een plekje vrij in het vliegtuig, dus als je mee wilt. Johnny Nimbus gaat naar Hollywood, de mazzel! Yeah.